Een hele goede dag. Welkom. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag wil ik het hebben met jullie over mijn eigen ervaring met jeugdreuma. Op mijn vierde werd ik gediagnosticeerd met acute jeugdreuma. Ik behoorde tot de zwaarste categorie. Ik had ontzettend veel last van zwellingen, ontstekingen en verschrikkelijke pijnen, met daarbij de bijbehorende bewegingsbeperkingen. Jarenlang ging ik ziekenhuis in en ziekenhuis uit, met uiteraard vele zware medicaties die ik meekreeg. Ik voelde me heel vaak een nummertje en heel vaak ook onbegrepen. Diep van binnen wist ik namelijk dat ik van mijn reuma af zou komen. Maar overal hoorde ik dat dat natuurlijk niet mogelijk was, want de artsen hadden dat immers verteld, dat dat niet zou kunnen. Niemand had mij tot nu toe eigenlijk goed kunnen helpen. Op een dag ontmoette ik een man en die vertelde mij over de wereld van de alternatieve geneeskunde. Ik was eigenlijk behoorlijk sceptisch en dacht in eerste instantie, waarom zou die man mij kunnen helpen? Als artsen, fysiotherapeuten mij niet voldoende kunnen helpen, waarom deze man dan wel? Maar goed, mijn moeder sleurde er naartoe, waar ik eigenlijk helemaal niet blij mee was. Maar achteraf ben ik ontzettend dankbaar dat ze dit gedaan heeft. Want ik kreeg namelijk letterlijk een nieuw leven. Ik leerde over voeding. Ik leerde over de kracht van emoties. En ik leerde ook over het detoxen van het lichaam. En nog veel meer, wat ik jou graag allemaal zou willen vertellen. Waardoor mijn reuma steeds rustiger werd. De Chinese geneeskunde heeft ervoor gezorgd dat ik verder kwam dan dat ik ooit had durven dromen. Ik werkte samen met mijn lichaam en ik kwam uit de rolstoel. Sterker nog, ik kwam na 3 behandelingen al uit de rolstoel. Natuurlijk kon ik nog niet overal lopen en kon ik nog niet hele dagen shoppen, winkelen, noem allemaal maar op, al die dingen. Tuurlijk, dat ging allemaal niet, want alles is uiteraard in stapjes gegaan. Maar hey, de arts, de fysio, niemand kreeg dat voor elkaar. En deze man kreeg dat na 3 behandelingen wel voor elkaar. Dat smaakte natuurlijk naar meer. Ik werd alleen maar nieuwsgieriger en ik wilde graag weten, hey, wat heeft die man mij eigenlijk nog meer te bieden? Want dit vind ik raar, dat dit wel kan. Ik zit al jaren in het reguliere circuit. Beter word ik niet. En ik ga naar deze man en in één keer, bam, bam, bam. Terwijl ik er helemaal niet in geloofde. Vertel mij maar. Ik weet het niet. Maar goed. Ik kon dus weer normale dingen doen. Ik kon gewoon weer een lekkere dag naar de dierentuin. Dus ja, hey, ik was enorm blij. Ik kon alle normale dingen gewoon weer doen. Zonder pijn, zonder tussendoor te moeten stoppen met lopen omdat ik te moe was. Ik voelde me gewoon letterlijk herboren. Ondertussen was ik gestopt met de reguliere medicatie. Op eigen initiatief, dus op eigen risico. Ik had het gevoel dat ik er weer bij hoorde. Net als ieder ander ertoe deed. Ik kon dingen doen waarvan ik altijd gehoord had dat ik dat nooit zou kunnen doen. Mijn reuma is weg. Het is ook niet vindbaar meer in mijn bloed. Het is altijd jaren en jaren lang zichtbaar geweest in mijn bloed. Mijn leven is nooit saai. Dat is één gegeven. Ondertussen heb ik weer een aantal klappen met mijn gezondheid achter de rug. Dat betekent dat ik nu nog niet helemaal in de juiste houding kan lopen. Dit heeft allemaal gevolgen met onder andere verkeerde behandelingen die ik ook in het verleden heb ondergaan. Natuurlijk heeft zware medicatie ook zijn spoor achtergelaten. Wil je nog meer weten over mij? Ben je nieuwsgierig? Ben je geïnteresseerd? Hoe het nu met mij is en wat ik nu allemaal doe? Klik dan op de onderstaande link. Dan kun je heel mijn verhaal lezen. Eigenlijk mijn hele levensverhaal. Oké, dankjewel voor jullie aandacht. En ik hoop jullie graag nog een keertje te zien. Oké, groetjes. Doei doei.